Oké, de eerste helft was voor mij. Tot dusver de tweede helft voor de Wolves. Eens kijken wat ze hier gaan doen. Man bouwt de bal zelf en levert in. Maar wij ook. Dat is niet best. Schot. Oh, en daar ontsnappen we aan een tegengoal. What up, kijkers? Tof dat jullie erbij zijn bij een gloednieuwe FC 24 Liverpool Career Mode. We gaan door waar we gebleven waren in de Premier League. Nu staat er een Carabao Cup wedstrijd op het programma. Maar voor die tijd heb ik even gauw kort iets uit te leggen. Ik heb namelijk al opgenomen hiervoor, dat was de maand oktober, zoals jullie hier zien op de kalender. Alleen die opname had ik de helft per ongeluk mijn microfoon gemute. Ik heb dus besloten dat beeldmateriaal niet meer te gaan gebruiken. Maar jullie kunnen hier even de standen zien die we hebben neergezet. Ik heb gewonnen van Toulouse, die had ik gespeeld met 0-3. Brighton daarna is gesimuleerd, dat is ook een 0-3 overwinning. Daarna heb ik Everton zelf gespeeld, dat was 1-0. Heb ik de Europa League wedstrijd daar met 0-2 gesimuleerd. En Nottingham heb ik gesimuleerd, dat is 2-1 overwinning geweest. Dan zijn jullie in ieder geval een beetje bij met de uitslagen van wat jullie hebben gemist. Jammer van die wedstrijd tegen Everton dat zonder commentaar is opgenomen. Kleine 1-0 overwinning en een belangrijke rol voor mijn doelman. Die was daar echt super belangrijk. Die heeft de wedstrijd een beetje gered. Jammer van die opname. Het is even niet anders. Maar nu gaan we gewoon verder. In die vorige opname heeft ook Konate een transferverzoek ingediend. Hij wil weg wegens gebrek aan speeltijd. Ik had een akkoord met Chelsea. Alleen de club en speler zijn er niet over uitgekomen. Dat was 115 miljoen. Nou is er nog onderhandelingen bezig met Crystal Palace. Ik zou 100 plus miljoen voor hem moeten kunnen vangen, werd er aangegeven. En dan zouden we in ieder geval de komende transferperiode wel dik kunnen versterken met dat budget. Het is gewoon nog even afwachten hoe de onderhandelingen lopen. Ik probeer het maximale eruit te halen. Want ja, we leveren in de breedte wel een prima verdediger in FIFA, tenminste in deze game, in met 85 algemeen. Dus ik wil gewoon veel geld vangen. Wie weet gebeurt het deze aflevering, moeten we nog even afwachten. Verder, als ik naar deze aankomende maand kijk voor deze aflevering, wil ik in ieder geval spelen tegen City. Als een grote tegenstander moet ik gewoon spelen. En misschien wel deze Europa League wedstrijd of tegen LASK, L-A-S-K. Of misschien zelfs Brighton, ik ben er gewoon niet helemaal over uit. Ik ga deze hier simuleren tegen Union. En dan kijk ik een beetje hoe we ervoor staan in de Europa League. Op zich wel prima volgens mij. Volgens mij zijn we al zo goed als door. Maar dat moeten we even afwachten. En op basis daarvan zou ik kiezen welke wedstrijd ik nog meer ga spelen. Mochten jullie zin in hebben, druk dan vast op dat duimpje omhoog. En dan ga ik nou gewoon verder simuleren. Nou, helaas is er geen akkoord kunnen vinden met Crystal Palace over Konate. Hij blijft dus nog even bij ons. Maar ja, goed. Hij staat te koop. Dus de aanbiedingen zullen nog wel binnen blijven stromen, vermoed ik. En nou hebben we een Carabao Cup tegen de Wolves. En eigenlijk vind ik dit ook wel interessant om zelf te gaan spelen. Om jongere spelers een kans te geven. Wil ik dit misschien eigenlijk gewoon wel zelf doen. Lijkt me ook wel leuk. Dus dat betekent dat ik nou tegen Wolves ga spelen en tegen City. En dan wordt Europa League een beetje een risicootje. Daarom ga ik nou even de stand checken hoe we daar staan. Nou, we hebben 3 overwinningen uit 3 wedstrijden. We hebben 9 punten. Union en LASK hebben allebei 1 punt. Eigenlijk kan je wel stellen dat we door zijn. Ik vermoed dat simuleren ons ook niet in de problemen gaat brengen. Dat heeft de vorige keer tegen Union ook niet gedaan. Die is ook gewonnen. En als dat nog een keer gebeurt in die volgende simulatie, zijn we eigenlijk al door. Dus de rest van de Europa League groepsfase gaan we simuleren. Dan rest mij voor nu gewoon dus het team klaar te maken voor de bekerwedstrijd. En ik wil dus andere spelers een kans geven buiten die vaste basis. Misschien moet ik Jota maar een keertje starten daarom. Suarez gaat natuurlijk mee op het bankie. Diaz maar even starten. Olise starten. Gravenberg starten. Nou, moet ik Elliot eigenlijk ook wel meenemen. Timber mag erin voor Endo. Bradley erop voor Getruida. Hartman heb ik dan gebruikt in de vorige aflevering. Dus ik laat Robertson even staan. Guehi komt erop. En we gaan Keller laten keepen. En in plaats van Konate nemen Williams mee op de bank. En ik vergeet zoveel Sloy te starten in plaats van McAllister. En eigenlijk wil ik nog Gordon misschien wel meenemen voor Salah. Maar ik vind Salah te belangrijk om helemaal niet mee te nemen. We hebben nog wel een beetje breedte nodig op de bank. Dus ga ik het team laten zoals het nu staat. En hiermee gaan we dus de eerste Carabao Cup wedstrijd spelen tegen de Wolves. Hopelijk kunnen we een overwinning pakken. Laten we richting de aftrap gaan. Nou, here we go. Carabao Cup tegen de Wolves. We mogen aftrappen. We zijn begonnen. Oh, dit is prima gespeeld in principe. Kunnen we dit afronden? Jazeker. En dan schiet Jota hier ons, geloof ik, op voorsprong. Ja, Diogo Jota na prima combinatiespel. Tiki-taka daar over het midden.
En dan prima afgerond door Diogo Jota voor de 1-0 hier in de Carabao Cup. Slot gaat los en we hebben de voorsprong binnen. Goed, veroverd van Soboslay. Dan is hij Olise. We moeten even een standje terug doen. Anders lopen we tegen de verdediging aan. Ik zie daar Jota die aast voor een bal. Maar ik vind het niet helemaal lekker lopen. Nou, zie je wel ruimte. Weer Jota. En het is gelijk 0-2. Jota treft zeker. 2 schoten. 2 doelpunten. Dat is een prima start voor hem in dit bekertoernooitje. Hij prikt er gelijk 2 binnen. Heeft er geen, of in ieder geval niet veel tijd voor nodig. We zeggen geen tijd, maar goed, alles kost tijd. 17 meter en 0-2 voorsprong. Dit is een hele goede start. Nou, eens zien. Goede verovering. Dan heeft dat de Wolves misschien gingen dreigen. Het valt allemaal wel mee. En dan kunnen wij hier weer bouwen. Moet wel even rustig aan doen. Ruimtes hier voor Robertson. Daar gaat een Diaz. Terug. Soboslay van afstand wordt geblokt. En dan lijkt het hier misschien wel hens te zijn. En ja, mogen we aantreden voor een vrije trap. We hebben het geluk wel mee op deze manier. Zo creëren we kans na kans na kans. Nou ben ik absoluut geen vrije trappenheld of zo. Maar goed, ik kan het niet laten om het toch gewoon te gaan proberen. Hier is Soboslay vol in de muur. Nou, daar gaan we weer helemaal open hier. Soboslay. 0-3'tje. Nee, de doelman voorkomt een doelpunt. Soboslay, niet het geluk wat Jota heeft. Nou, hier een kopballetje Gravenberg. Zo, niet verkeerd hoor. Nou, Olise geeft hem voor. Is voor de doelman. Dan is er een beetje een kluts. Maar kunnen de Wolves niet goed uitverdedigen. Wat een snelle verovering. Wolves geen kans. Oh, Van Dijk zit mis. Wolves met een snel schot daar. Maar dat gaat ook naast. Nou, het is rust en we gaan rusten met een voorsprong. 2-0. Ik kan absoluut niet klagen. Hopelijk zien we meer van dat in de tweede helft. Oké, Wolves beginnen nou een beetje door te dringen. Weer een schot van afstand. Geen probleem voor Keller. Oké, de eerste helft was voor mij. Tot dusver is de tweede helft voor de Wolves. Eens kijken wat ze hier gaan doen. Man bouwt de bal zelf en levert in. Maar wij ook. Dat is niet best. Schot. Oh, en daar ontsnappen we aan een tegengoal. Hier komen de Wolves weer in de 16. Slap schot. Hou dit binnen, dankjewel. Aanval is nog niet over. Of de dreiging is nog niet geweken. Hoe je het wil noemen. Van Dijk ertussen. Levert in. Dat is ook niet best. Wat ben ik aan het klungelen deze tweede helft. Moet ik niet blijven doen. Verover die bal, dankjewel. Goed lichaam ertussen, Virgil. Nou, ik ga wisselen. Van Dijk maakt een paar foutjes. Dus ik ga Williams er voor hem opzetten. En ik ga onder andere ook Harvey Elliott erop zetten voor Gravenberg. Hier is Bradley. Daar is op zich ruimte. Niet waar ik naartoe wou. Wel een goede kopbalpaal. Nou raken wij het aluminium. Oeh, dat is een pittige slijding. Hopelijk geen te strenge kaart voor Williams. Geel. Nou, wisseltje weer aan mijn kant. Suarez gaat er weer op komen. Diogo Jota gaat eraf. Nou, hier komen de Wolves weer. Ik moet oppassen met Williams. We willen geen rood pakken. Dat is wel een goede ingreep. Nog één keertje misschien. Hier is Olise. Naar Bradley. Bradley met de voorzet naar Suarez. Nee, weggekopt. Zo, kwam er even niet uit. En dan kan de scheids gaan fluiten en dat doet hij ook. En zo winnen we 2-0. Beide doelpunten van Jota in de eerste helft. Tweede helft niet gescoord en lag het misschien iets meer bij de Wolves. Maar desalniettemin een prima overwinning. En dan kunnen we verder gaan simuleren. We hebben een nieuw bot op Konate ontvangen na die overwinning in de Carabao Cup. En het is van niemand minder dan Manchester United. Nu kunnen jullie het ook zien. We kunnen 111 miljoen vangen, staat daar voor Konate. Dus we gaan dit delegeren. En als United hem wil, gaan we ze leegtrekken. Minimaal 100 miljoen. En we starten de bieding op 110,5. Waarom ook niet? Dan nu Luton Town op het programma. Eentje die makkelijk gewonnen zal moeten kunnen worden. Ook al gaan we dit simuleren. Ze hebben maar 5 punten in de competitie. Staan 18e. Wij staan 2e. Dus dat zal geen probleem moeten zijn. De basis is wat dat betreft ook gewoon fit. Ze hebben natuurlijk wat rust gehad en zo. Dus ze kunnen niet klagen over vermoeidheid. We moeten wel een beetje sleutelen aan de bank zo te zien. Jota, ook heb je goed gespeeld. Suarez gaat altijd mee op het bankie.
Diaz gaan we weghalen. Eens even kijken. Eigenlijk heb ik... Ja, ik mis toch wat talentjes eigenlijk. Gewoon die derde opties. Dat zou het wel perfect maken. Maar goed, dan nemen we Diaz maar gewoon mee. Ik kan wel Gordon meenemen in plaats van Olise. En verder laat ik het eigenlijk zoals het hier staat. Ga ik niks aanpassen en gaan we nou gewoon simuleren. En die simulatie eindigt in een 0-2 overwinning. Mo Salah is een doelpunt te maken. Geertruida heeft een blessure. En wie heeft de tweede goal? Ook Salah. Nou, Salah is trefzeker hier. Even kijken hoe het met Geertruida ervoor staat. Geertruida heeft een beschadigde voet opgelopen en zal 2 weken niet beschikbaar zijn. Nou valt 2 weken gelukkig nog mee. En Kobel hier, die is blij met de speeltijd die hij krijgt. Nou, ik ben trots op je, want hij heeft goed gekiept, ook tegen Everton. Hebben jullie niet gezien? Over het algemeen doet hij het gewoon lekker. Dan is hier opeens Manchester City met een bot op Robertson. Dat gaan we afwijzen. Er zijn wel veel Premier League teams die op mijn spelers bieden, moet ik zeggen. En dan staat er nou een wedstrijd tegen Union op het programma die we gaan simuleren. En dan stellen we hopelijk de volgende ronde van de Europa League veilig. Wat gaan we doen met het volgende team? Hartman op linksback. Geertruida moeten we dus wel achterwege laten. Bradley gaat spelen. Timber op de plek van Endo. We gaan Konate eens laten spelen in plaats van Tomori. Hopelijk krikt dat zijn waarde. Misschien wat omhoog, I don't know. En we nemen Gueye hier even mee op het bankie. Jota erop voor Nunez. En Szoboszlai erop voor McAllister. Voor de rest laat ik het zo staan. Ik wil ook weer niet te zwak aantreden. Eens kijken wat we hiermee gaan doen. Gaan we winnen of verliezen? Of gelijk, je weet het niet. Het antwoord is een 3-0 overwinning. Gakpo, Salah en nogmaals Gakpo. Oeh, Virgil de keer met een pleistertje. Dat is wel een pittig als dat ernstig is. Gaan we even gauw checken. Virgil heeft getrokken, kniebanden opgelopen. 2 weken zijn niet beschikbaar. En dat is toch wel een pittige. Helemaal met City in het verschiet is dit wel een domper. En hem gaan we missen. Desalniettemin krijgt hij ook gewoon even een aanbod. Het is Arsenal. Dit bedoel ik. Het zijn heel veel Premier League teams. Gaan we absoluut niet doen. Al smijten ze er 200 miljoen tegenaan. En Olise komt bij ons. Hij zegt, ik moet vaker spelen. Het aantal wedstrijden dat ik nu mag spelen is niet goed voor mijn carrière. Je hebt nog steeds een plek in de selectie, maat. Je hebt alleen Salah voor je. Dat maakt het wat moeilijk. Dan is hier nu een bot op Jota. En dit is wel een dingetje wat we zouden kunnen overwegen. Het is wel weer in de Premier League. Het zijn de Spurs. Maar ja, Jota zit te concurreren met Suarez en Darwin Núñez. Hij is 26 jaar. Ik zou het kunnen steken in het talent. Ik zou natuurlijk ook met deze breedte voorin dit seizoen nog kunnen afmaken. Voor nu, ik wil zo min mogelijk in de Premier League verkopen. Dus geen concurrenten versterken. En ik ga dit dus gewoon nog afwijzen. Maar hey, een buitenlands clubje in januari... Zoiets valt altijd te overwegen. Nou, wedstrijddag tegen Brentford. Dus de volgende simulatie staat alweer het programma. We gaan in een goed snel tempo door de wedstrijden heen op deze manier. Alleen moeten simuleren met 2 blessures in de basis is wel pittig. Dat betekent dat ik gewoon Bradley nogmaals moet spelen. Dat gaat wel een dingetje worden met zijn uithoudingsvermogen. En in plaats van Van Dijk stellen we Gueye op. Omdat Konate natuurlijk te koop staat. Al verwacht ik dat Konate wel ook in verband met uithoudingsvermogen van Gueye zal gaan spelen deze pot. Ik stel Olise op in plaats van Salah om hem even tevreden te houden. En Diaz op de plek van Gakpo. En dan gaan we simuleren met hoe het team nu staat. En dit eindigt in 1-1. We laten punten liggen. En Konate is geblesseerd. Dat is niet best. En McAllister. 2 blessures in 1 wedstrijd. Jeetje. McAllister is voor 4 weken niet beschikbaar. En Konate voor 10 dagen. Dat valt dan gelukkig nog mee. Een hersenschudding zie ik nu ook gewoon. Dat is wel pittig. En dan hebben we hier weer 2 berichten. Nu zit Suarez te klagen om speeltijd. Nou, op beslist momenten reken ik nog altijd op hem. Want hij is belangrijk voor ons. En dan Gueye die bedankt ons voor onze speeltijd. Of voor zijn speeltijd. En we zeggen kop op, jongen. Oeh, en er is een akkoord. 110 miljoen. Voor verdediger Konate 110,5. Ik ga dit gewoon accepteren. Ook is het naar United. Hij heeft een verzoek ingediend. Dan maar naar een concurrent voor een bedrag als dit. Ja, kan ik dat niet echt laten. Dit is prima. Gaan we voor 110 miljoen. Ondertussen is Geertruida terug. Dat is dan wel weer fijn. En ook Van Dijk is op tijd terug voor City. Dat is ook echt een meevaller. Ik was bang dat we hem gingen missen. En over City gesproken, het is nu zover. De wedstrijd staat op het programma. Hun staan eerste, wij staan derde. We moeten gaan klimmen en een winst op City zal een hele belangrijke, waardevolle overwinning zijn. Oeh, en ik dacht dat Van Dijk terug zou zijn. Maar hij is vermoeid. Hij is nog niet helemaal...
helemaal fit. Dus we gaan hem uit de selectie halen. Konate is verkocht, dus hij gaat niet in de baan staan. Guehi gaat erin komen. McAllister gaat eraf voor Szoboszlai. En we nemen dan Elliot mee op het bankie. Suarez nemen we altijd mee op het bankie. Ook omdat hij altijd zo belangrijk is. Waarom Nunez en Endo maar niet wedstrijdscherp worden, snap ik echt gereed van. Aangezien ze normaal gesproken gewoon vaak genoeg in de basis starten. Wat dat betreft ga ik voor een scherpe Timber op de plek van Endo. En voor de rest laat ik het wel staan zoals het staat. Hiermee moeten we het gaan doen tegen City. Hopelijk kunnen we 3 punten pakken. It has emerged as one of the fixtures on the English football calendar. And with good reason. Manchester City against Liverpool. Mouthwatering to say the least. The action is next on EA TV. Nou, tijd voor slot tegen Guardiola. Liverpool tegen City. We zijn begonnen. Oké, misschien kunnen wij hier een eerste aanval opzetten. Salah komt er doorheen. Salah. Oei. Nou, geklungeld. Nu dan een schot. Geblokt. En dan verdedigt Manchester City uit. Oh, hier komt Haaland. Die is vertrokken. Is wel een beetje op de buitenkant. En dat is ook niet best verdedigd hoor. Haaland hier weer. We blokken het schot en dan is het een hoekschop. Nou, hier komt City weer. Daar is Grealish volgens mij. Ik heb geen idee. Ik heb helemaal niet gezien wie er zo open stond. Het was in ieder geval niet best verdedigd. Dat is geen Grealish. Wel een hoekschop nu voor City. En de eerste kansen zijn dus allemaal voor Manchester. Kunnen we dit wegkoppen? Nee! Gelukkig staat er een verdediger en is het een nieuwe hoekschop. Veel dreiging vanaf de blauwe kant. Vanaf de blauwe zijde. Dit is een korte hoekschop. De bruine hier. Komt langs 2 verdedigers. Geeft hem dan voor en dan koppen we weg. Robertson, die moet hem meegeven hier. Szoboszlai vertrokken. Szoboszlai, haal maar uit. Je bent hier eentje. Is meteen raak. Eerste kans, eerste goal. Szoboszlai tikt hem binnen. En vult dus goed het gemis van McAllister in. Dit is een prima, prima goal. Niet veel dreiging tot nu toe van ons, meer van City. Maar wij staan voor en dat is het belangrijkste. Lekker hoor, 0-1. Oh, dat is een flinke beuk. Maar dit is ook voordeel. City opnieuw met een kans. Weer koppen we gelukkig weg. Jezus man, ik krijg ze maar niet van de bal. Daar komen ze weer. Ik zit weer achter de man. Een schot van Haaland. Goeie redding van Kobel. Wauw, we worden eigenlijk gedomineerd. En qua schoten staan we onterecht voor. Hier is weer een hoekschop en dat is oké verdedigd. Oeh, daar zit Timber niet goed. Stones gaat even vliegen. Kunnen we dit wegkoppen? Gelukkig wel. Jezus, er komt City weer. Veel ruimtes, ook op die vleugel daar. Niemand gaat erop af. Wat gebeurt hier? Een schot, Kobel met de redding. Ram dit maar even weg. Oh. Ja, oké. De scheids fluit eindelijk af. Dan gaan we rusten met een voorsprong. Ook al spelen we totaal niet goed. Moet beter in de tweede helft. Oké, hier is Salah. Naar Szoboszlai. Nou veel ruimte daar voor Robertson. Die kan hem slingeren. Zoekt Salah. Wordt niet gevonden. Dan staat Gakpo hier. Kan er ook niet bij. Ja, en het duel winnen van Haaland wordt lastig. Jeetje, je merkt wel een verschil. Wow, dat was een flinke catch. Scheids trekt geen kaart, maar de bruine gaat hij natuurlijk aan te reden voor een vrije trap. Eens zien wat ze gaan doen. Hopelijk niks. Oh jezus, die jaagt even die bal het publiek in. Oké, dat is in principe nog best netjes uitvegen. Oh, nou dit is een flitsende counter. Szoboszlai naast. Dit had weg af moeten ronden. Oeh, dat is wel een fel tackletje. Alleen de spelers lopen een beetje verkeerd in. Hier is wel Salah. Die loopt dan wel goed in. Salah. Juist erlangs. Oh, schot geblokt. 2 wissels aan mijn kant. Suarez erop voor Nunez. En Diaz komt erop voor Gakpo. Alexander Arnold hier. Slingert de hoekschop. De 16 in. We kunnen daar niet echt koppen. Dan is Diaz hier. Diaz. Guehi. Haal maar uit. Niet verkeerd. Geen corner zo te zien. Kom maar. Goed verdedigd daar. Ik zit echt in een soort focus mode met verdedigen. Anders zie ik het gewoon fout gaan. Ik kan ook echt niet aanvallen. Ik kom er niet goed door. Ik kom niet makkelijk aan de bal. Het is een wonder dat ik voor sta. Kijk dan, ik krijg ze er echt niet af. Dat is gekke werk. Dribbelt zo even door heel mijn verdediging. Dan zit je ertussen en hebben ze nog bal. Hier is een voorzet. Haaland poeiert hem naast. Oh, dit biedt mogelijkheden. Gravenberg hier. Die is er net opgekomen. Gravenberg.
Zet zich goed ertussen, haalt uit. Niet verkeerd. Kunnen we hier nog iets? Nee. Nou, ingooi op onszelf van City. Gaan ze nog iets creëren in deze slotminuten? Gaan ze ons nog pijn doen of houden we stand? Dat is hier de vraag. Ze blijven heen en weer tikken. Komen nu in de 16 en daar zitten we tussen. Guehi, goed gedaan. Uitverdedigen en dan fluit de scheids af en winnen we met 0-1. Hier van Manchester City in de uitwedstrijd. Een zwaar bevochten overwinning. Een onterechte overwinning als je de kansen aflegt. Maar wel een hele belangrijke overwinning. Dit zijn belangrijke 3 punten voor die titelrace. Man, dit was pittig. Oké, we hebben gewonnen. Maar Jota komt daarna wel bij ons klaar over zijn speeltijd. Ik moet vaker spelen. Dit aantal wedstrijden is niet goed voor mijn carrière. Je hebt nog steeds een plek in de selectiemaat. En misschien moet ik hem eens meer gaan starten in plaats van Núñez. Want die schiet er ook geen pepernoot in tot dusver. Dan rest ons nog 1 ding te doen in de maand november hier in deze carrière. En dat is de wedstrijd tegen LASK LASK gaan simuleren. En dat is het volgende wat we gaan doen. Núñez gaat eraf voor Jota. Suárez mee op het bankie. Olise erop voor Salah. Diaz erop voor Gakpo. Szoboszlai voor de geblesseerde McAllister. En dan nemen we Elliot weer mee op het bankje. Hartman erop voor Robertson. Geertruida laat ik staan. Datzelfde geldt ook voor Endo en Van Dijk. En dan halen we vervolgens Tomori eraf voor Guehi. Kobel laat ik gewoon staan. Die man is in bloedvorm, dus wil ik er niet afhalen. Met dit team gaan we simuleren. En deze wedstrijd eindigt in een 0-2 overwinning. Endo een doelpuntje. Jota geblesseerd en Diaz een doelpuntje. Jeetje, het is wel pech. Pech met blessures. Jota raakt geblesseerd op het moment dat ik hem meer wil gebruiken. Het is 2 weken door een getrokken dij. Nou, tot over 2 weken, Jota. We winnen ook even de managerprijs van de maand. Dat is altijd lekker. En met die laatste simulatie zijn we nu bij het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Was wel een spannende pot tegen City. Lijkt mij wel een likeje waard, toch? Laat in ieder geval dat duimpje omhoog achter. Als je het leuk vond, ben je hier nieuw? Wil je meer zien? Abonneer dan. Is geheel gratis. Klik op het belletje om notificaties aan te zetten. Zo mis je geen enkele activiteit op dit kanaal. En dan bedank ik jullie bij deze voor het kijken. En natuurlijk voor al jullie support. En check ik jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan. Laters.